Universiteit van Nederland. I want you to walk. Cyborgs. You can do that. Half mens, half robot. Maar zo futuristisch zijn ze niet. Daar komen we deze aflevering achter. We passen een mechanische hand en een bijzonder exoskelet. In combinatie met hersenchips zouden we in de toekomst kunnen veranderen in supermensen. We verkennen die toekomst met Herman van der Kooi, die op de campus van de Universiteit Twente ook wel de Herminator wordt genoemd. Misschien omdat ik af en toe tijdens het testen van apparaten gewoon dingen kapot maak. Maar ja, het testen is wel heel belangrijk voordat je er een patiënt in zet. En terwijl engineer Herman in het lab werkt aan de mens van de toekomst, loopt ergens anders op de campus filosoof Jan-Peter Bergen rond. Een Vlaming met een lange baard en een klein brilletje. Hij analyseert de relatie tussen mens en technologie. En wat vindt hij? Moeten we onszelf, als dat kan, hè, ombouwen tot cyborgs? Als we eraan beginnen en we laten die ontwikkelingen op zijn beloop, dan vrees ik, wordt de wereld er helaas niet eerlijker op. Kunnen we mensen ombouwen tot echte cyborgs? We testen het op onze stagiair Siem. Kunnen we hem met technologie veranderen in een super stagiair? Maar first things first. Waarom zouden we ons lichaam en misschien ook wel onze geest willen upgraden met mechanische en computeronderdelen? Dit soort van cyborg-denken, deze manier van cyborgs begrijpen, is eigenlijk eigen aan het transhumanisme. En transhumanisme, dat is een stroming in het denken. Mensen zeggen, wel, mensen die hebben eigenlijk allemaal tekortkomen. Die leven niet lang, die zijn eigenlijk heel vatbaar voor ziekte, die zijn eigenlijk vrij slap en traag. En het kan meer, het kan beter. Technologie kan helpen. Daarmee kunnen we voorbij aan al die grenzen. En dan worden we dus eigenlijk beter. Betere mensen, want waar dat mensen goed in zijn, kunnen we dan gewoon beter. Sterker, slimmer, sneller, you name it. De opgevoerde mens, zou je kunnen zeggen. En die zijn er al volop. Zelfs onze filosoof, met zijn brilletje. Ik heb hem ook echt wel nodig. Is een beetje cyborg. Wij zijn al enorm afhankelijk en verweven met technologie. Mensen met pacemakers, daar zit de technologie letterlijk ingebouwd en die houdt de mensen gewoon in leven. Dus cyborgs zijn overal. Maar het kan dus nog veel extremer. Dat is het idee achter dat transhumanistisch cyborg-denken. Transhumanisme voorbij de mens. Kijken of we Siem bovenmenselijk kunnen maken. Herman heeft in zijn lab een bionische hand liggen die Siem mag proberen. Hij is eigenlijk bedoeld voor mensen met een geamputeerde hand. Dit is een beetje aangepast, zodat we het ook kunnen gebruiken bij mensen die geen geamputeerde handen hebben. Het is een witte plastic hand die je aan je eigen arm kan klemmen. En uit die hand lopen twee snoertjes met elektroden die je op je arm plakt. Via die sensoren kan de drager van de hand hem besturen met zijn eigen armspieren. Ja, dan voel ik hier duidelijk je spieren opbollen. Daar moeten we dan één elektrode plaatsen. En die kunnen we dan later gebruiken om gewoon prothesehand, zeg maar, dezelfde beweging laten maken als nu je hand. Het is even oefenen voor stagiair Siem, maar dan? Het voelt natuurlijker dan ik had verwacht, eigenlijk. Kijk, want dit, als ik echt een vuist maak, dan maakt hij ook wel een vuist. Ja, maar hij ziet, nu kijk. Je ziet de vertraging, zie je? Ja. Dus hij is een beetje aan het filteren en dat filteren zorgt ervoor dat het trager wordt. Met andere woorden, de elektroden en de computer in de nephand zijn continu aan het berekenen wat Siem's spieren zouden willen. En daarna pas komt de hand in beweging. Dus het is niet de beweging van je hand die we gebruiken, maar de activiteit in die spieren. Ja, want die meet hij. Die meet hij. Na een kwartiertje lukt het Siem om een flesje vast te pakken en aan zijn mond te zetten met zijn bionische hand. Maar het gaat allemaal wel erg traag. Mag ik hem terug de fles? Zeker. Oké, het werkt. Maar hoe kunnen we die hand sneller maken? Het wachten is op een super geavanceerde chip in je brein die rechtstreeks met zo'n hand kan communiceren. In theorie zou zo'n hersenimplantaat de aansturing en reflexen, je reactietijd kunnen verhogen. Omdat de communicatie van je hersenen naar een motor veel sneller kan als van de hersenen naar je spieren. Alleen de vertragende factor nu is nog de interpretatie van de hersensignalen. Er moet echt nog wel een hele slag gemaakt worden in de toekomst om echt met een robot veel sneller te kunnen zijn als met als gewoon mens. Dus als we van Siem een super Siem willen maken, moet hij er zo'n chip uit de toekomst in zijn hoofd die communiceert met zijn bionische hand. Daarmee wordt hij sneller.
Maar voor de Universiteit van Nederland zou het ook handig zijn als Siem wat sterker was. En dat kan met een exoskelet. Een exoskelet is een skelet wat parallel loopt aan je eigen skelet. Dat betekent ook dat de krachten die jouw skelet uitoefent en het exoskelet bij elkaar optellen. Dus als het exoskelet evenveel doet als jijzelf met je eigen spieren, dan ben je dus twee keer zo sterk. Zulke apparaten zijn ontwikkeld en dan kan je echt gewoon hele zware kratten tillen boven je hoofd. Wel. Ja, normaal mensen kan dat niet. En die hebben jullie hier ook? Die hebben wij hier niet. Wij focussen ons met name op skeletten voor meer medische toepassingen en voor de preventie. En daar is niet het belangrijkste doel om sterker te worden, maar juist om mensen weer die iets niet kunnen weer dingen te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld lopen of het gebruik van hun handen. Of bijvoorbeeld mensen die heel zwaar werk doen, dat je met zo'n exoskelet het eigen lichaam ontlast. Bijvoorbeeld stucadoors, dus die werken heel vaak boven hun macht. Ze zijn heel onnatuurlijk voor mensen om boven macht te werken. En die krijgen dan ook vrij zwaar werk, dus die krijgen vaak klachten. En dat is ook een van de beroepsgroepen waar die exoskelet ook het meest succesvol wordt toegepast. Bionische stucadoors. Zo zie je maar, de toekomst is al een stuk dichterbij dan je denkt. Voor onze Super Siem nemen we natuurlijk zo'n exoskelet waar hij ook sterker van wordt. Zo kan hij onze grote, zware paarse U, die we overal mee naartoe slepen, met gemak boven zijn macht tillen. Maar balans houden, dat is moeilijk met zo'n object boven je hoofd. Dat probleem gaat Herman oplossen. Met een beetje hulp wordt Siem in een nieuw soort exoskelet gesnoerd. De voeten van Siem glijden in een paar geprepareerde schoenen die in een constructie zitten vol bewegende metalen onderdelen. Er staat nu een enkel exoskelet, wat gebruikt kan worden om het lopen makkelijker te maken met de afzet. Maar ook gebruikt kan worden om je balans te ondersteunen. Wat je hier hebt is eigenlijk een kabel. En die kabel die is helemaal verbonden naar motoren die daar staan. En die motor die kan dan aan die kabel trekken en daarmee je voet eigenlijk ondersteunen. Dus eigenlijk een soort van tweede kuit voor mij. Eigenlijk heb je nu extra kuitspieren. Ja. Die spelen een hele belangrijke rol bij het lopen, de afzet of bij springen. Maar ook bij de balanshandhaving. Want als ik jou naar voren zou duwen, door je kuitspieren aan te spannen, trek je jezelf weer terug naar achter. En hoe sneller je dat doet, hoe beter. Hoe sneller je namelijk reageert op een balansverstoring. Tijd om Siemens te laten lopen met zijn nieuwe kuitspieren. Het voelt al zwaar mijn benen, maar hij beweegt soepel mee. Zometeen wordt Siems balans op de proef gesteld. Hij zou zelfs bij de hardste duw niet om moeten vallen. En dat komt omdat het exoskelet veel sneller kan reageren dan wij zelf kunnen. Dus als je valt, je reageert niet snel genoeg, dan lig je op de grond. Dus 100 milliseconden is de reactiesnelheid. Als je dat kan verkorten naar 10 milliseconden, dan ben je gewoon sneller, ben je stabieler. En als je ouder wordt, dan wordt die 100 milliseconden, dan wordt 200 milliseconden. En dat is ook de reden dat mensen gewoon die oud zijn veel vaker vallen dan jij. Tijd voor de test. Een metalen staaf probeert Siem hard omver te duwen. Eerst zonder dat het skelet aanstaat. Ja, die kon ik echt niet tegenhouden. Siem moet flink uitstappen om de duw op te vangen. Dat is een flinke duw. Wat gebeurt er als we het skelet aanzetten? Wat? Hij blijft gewoon staan. Het voelde wel een stuk stabieler dan dat ik zonder de hulp van het apparaat. Ik hoefde maar een klein stapje te zetten. Het exoskelet werkt dus als Siem stilstaat. Maar wat als we hem weer laten lopen en een flinke douw in zijn rug geven? Blijft hij dan overeind? Mijn linkervoet werd gewoon echt weer terug in de grond getrokken. Alweer. Maar het is grappig, want je voelt gewoon echt dat het best wel een harde duw is. En toch loop ik gewoon door. Het werkt dus, maar het ziet er niet uit met al die kabels en schroeven aan je voeten. Gaan mensen dit echt dragen? Er moet nog wel heel veel onderzoek gebeuren, want nu focussen we op de enkel. Maar de heupen zijn ook heel erg belangrijk bij de balanshandhaving. Dat is een beetje waar ons onderzoek zich op richt. Ten eerste kunnen we de balans ondersteunen via deze methodes. En als dat lukt, dan vervolgens het volledig draagbaar maken. Dat je het ook buiten het lappen kan gebruiken. Voordat je echt iets hebt wat de balans ondersteunt voor bijvoorbeeld ouderen, moet je wel denken aan 5 of 10 jaar of zoiets. Stagiair Siem, die hoeft niet zo lang te wachten. Hij kan voor nu op pad met zijn breinchip, bionische arm, exoskelet en dus ook een bionische kuit, zodat hij niet meer omvalt. We hebben dus een heuse superstagiair ontwikkeld. Hij is nu sneller, sterker
en stabieler. Wie wil nou niet dit soort upgrades? Onze techfilosoof heeft zo zijn bedenkingen. Als ik dat zo bedenk, je bent nu sneller en sterker en slimmer. Maar de manier waarop dat gebeurt, meer is beter. En dat is eigenlijk een manier niet waarop dat wij denken over onze medemensen, maar over onze spullen. Op die manier maken we ons meer tot technologisch object dan eigenlijk meer mens. Wij geven ons over aan een zekere technische rationaliteit, een technische manier van denken, waarvan ik niet weet of dat is waar we naartoe willen. Jan-Peter betwijfelt of iedereen erop vooruit gaat als we ons bionisch gaan upgraden. We leven al niet in een gelijke samenleving. En er is eigenlijk weinig reden om aan te nemen dat deze upgrades dan opeens wel eerlijk gaan verdeeld worden. En als die upgrades er komen en die worden dan nog eens oneerlijk verdeeld volgens dezelfde lijnen dat nu de dingen al oneerlijk verdeeld worden, en dan krijgen we alleen maar een oneerlijker verdeelde samenleving dankzij het feit dat we die upgrades kunnen doen en dat we ze soms zelfs zullen moeten doen. Omdat je anders niet meer mee kan doen in de samenleving. In Twente richten ze zich met onderzoek vooral op degenen die de technologie echt nodig hebben. En misschien moet het daar wel bij blijven. Je moet er toch niet aan denken? Onze stagiair die zo ver voorloopt op de rest, dat hij de hele redactie straks overneemt. Jan-Peter en Herman, bedankt voor de waarschuwing. En jij, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende! Bij deze aflevering zijn geen stagiairs gewond geraakt.